En nu sta ik met Anneloes de Vouw, advocaat bij Brix Advocaten. En meneer Steenmetser bij Lexens Advocaten. Zij hebben vandaag min of meer toch wel een dynamische duo-presentatie gegeven. Maar toch met elk hun eigen achtergrond. Laat ik netjes bij de dame beginnen. U heeft vandaag geclaimd voor... Voor de huurders en dan met name voor de winkelketens die ook in de zaal hier zaten. En vaak moeilijkheden hebben met het uitonderhandelen van huurcontracten voor winkelruimte. Ja. En u heeft vandaag gesproken namens? De verhuurders en bepleit dat het huidige ROZ 2008 contract voldoende evenwicht geeft. Ja. In de presentatie van mevrouw De Vouw had u een aantal punten opgenomen waarmee u wilde stellen van dit deugt niet en dat deugt niet. Het mooie was uiteindelijk toch wel dat jullie aan het eind van de ochtend toch bij elkaar kwamen met een gezamenlijke reeks aanbevelingen. Misschien, dat is wel lekker positief, kunnen we even daar over spreken? Ja, kijk, onze conclusie is eigenlijk, je kunt natuurlijk wel elkaar blijven bestrijden. Maar daar schiet de praktijk niet zo heel veel mee op. Onderhandelingen duren erg lang, zijn moeizaam. En beide partijen proberen eigenlijk zo'n onderhandeling sneller te laten verlopen. Nou, toen hebben wij gezegd van waar kunnen we elkaar nou in vinden? En we hebben gekeken naar wederzijdse belangen van verhuurder en huurder. En daar een juridische oplossing aan gekoppeld. Die oplossing hebben we net gepresenteerd. En we gaan er ook van uit dat als partijen hiermee aan de slag gaan, dat ze zich daar alle twee wel in kunnen vinden. Zowel de verhuurder als de huurder. Ik heb er buitengewoon weinig aan toe te voegen. Dialoog leidt altijd tot evenwicht. En daar gaat het eigenlijk om. En dus is de makkelijkste oplossing om jullie rijtje met toevoegingen als annex bij de contracten te doen? Dat vind ik te kort door de bocht, want elke situatie vergt gewoon ook weer maatwerk. Maar dit is wel een aanzet om bepaalde discussies, echte pijndiscussies, zoveel mogelijk te neutraliseren. Want daar wou ik toch ook nog even naartoe. Ik heb meerdere keren horen zeggen dat het huidige ROZ-contract niet meer en niet minder is dan een vertrekpunt. Ja, dat klopt. Dat wordt ook zo door het ROZ-model gepresenteerd. Alleen het probleem is dat in de markt vrij weinig mensen dat weten. Huurders weten niet dat ze erover moeten onderhandelen. En verhuurders weten dat soms ook niet. Dus dan wordt het inderdaad gepresenteerd, zoals net ook in de discussie naar voren komt, als een standaard model wat al door beide partijen uitonderhandeld zou zijn. Nou, dan zet een onwetende partij zet inderdaad zijn handtekening en de problemen komen dan later. Ja. En als we nu duidelijk gecommuniceerd hebben, onder andere via dit medium, dat het niet meer is dan een onderhandelingsmodel, is het daar dan niet mee opgelost? Nou, de aanname dat het geen model is, is denk ik ook... kan ook betere voorlichting krijgen, bijvoorbeeld vanuit makelaardij, denk ik. Dus ik denk niet dat het voldoende is om dat nu alleen maar via dit medium te zeggen. Maar het staat er natuurlijk ook eigenlijk met koeienletters boven. Dus men moet natuurlijk wel lezen wat men tekent en men moet zich goed laten voorlichten. Nu werd er verder door de dagvoorzitter onder andere gesteld van laten we proberen hier volgend jaar rond deze tijd weer bij elkaar te komen. Maar zijn we dan verder? Ja, wij denken op zich van wel, omdat de belangen van de verhuurder en de huurder zijn op zich wel samen te vatten als één model. Het gaat er met name om dat je met elkaar om de tafel gaat zitten met mensen die zowel die belangen kunnen benoemen als die er ook een oplossing voor kunnen vinden, voor die tegenstrijdige belangen. En er is net geopperd om daar een werkgroep voor op te richten. Ik denk dat SSM een aardig platform hiervoor is, omdat iedereen uit de wereld hier vertegenwoordigd is. Het is niet een verhuurdersplatform of een huurdersplatform. Alle partijen zijn vertegenwoordigd en er zit heel veel kennis. En daarmee zou je het moeten kunnen oplossen. Vindt u dat ook, meneer Steenmetser? Ik vind dat ook als je begrijpt en respect hebt voor ieders positie en ieders belang, dan kun je denk ik elkaar wel vinden op bepaalde punten. Er zullen altijd wel discussiepunten zijn, maar die zijn vaak heel erg toegespitst op het specifieke geval. En voor een deel daarvan hebben we natuurlijk de advocaten. Exact.